Voor de derde keer heeft Stichting De Trotse Surinamer vlaggen overhandigd aan verschillende basisscholen in Paramaribo. Dit doet de stichting in verband met de 44ste staatkundige onafhankelijkheid. Volgens Melvin Bouva, voorzitter van de stichting, is het belangrijk dat jongeren de waarde van het land kennen. Kennis hebben van de vlag en de betekenis van het volkslied moet ook in een vroeg stadium aan jongeren worden bijgebracht. Bouva sprak met ons reportageteam op OS Munderbuiten, waar de eerste vlag vanmorgen is overhandigd. Het hoogtepunt is nog steeds natuurlijk 25 november, omdat dat in het teken staat van vaderlandse liefde. Dat staat in het teken van zelfstandigheid van ons land. Dat staat ook in het teken van eenheid en saamhorigheid. En vanuit dit initiatief, dat legde ik eerder ook uit, rond onafhankelijkheid, zijn we in feite gestart in 2005 met de organisatie van de Mensenvlag, zoals ze dat noemen, met 7500 jongeren. Toen vanuit het jeugdparlement onder mijn leiding, waar we dus in feite met die jongeren weer naar vanaf 1975 toen die uiting hebben kunnen geven. Daar is in feite het idee ontstaan en de kiem ontsproeten. Maar in mijn werk en mijn bezigheid als volksvertegenwoordiger, als vicevoorzitter van de DNA, kom ik natuurlijk vaak op scholen voor motivatiegesprekken, om met leerkrachten en leerlingen te praten. Een van de vragen die je steeds hoort, maar meneer Bouva, heb je vlag voor ons, want onze vlag ziet er naar uit. En het gebeurde niet één keer, het gebeurde vaker. Nadat ik dus met een projectgroep ben begonnen in 2017, om inderdaad rondom, eigenlijk gedurende het hele jaar, laat dat goed vastgelegd zijn, maar rondom natuurlijk Srividentia, omdat dat je asjuti vast aan de. Dit met veel meer aanwezigheid te doen, ook naar het publiek toe en naar andere jongeren toe die niet hier zijn, die boodschap te brengen. De bedoeling is natuurlijk de launch vandaag, met natuurlijk het verder uitvoeren van dit deal van dit jaar, met ondersteuning natuurlijk van onze sponsors, tot aan februari, maart van het volgend jaar. Om zoveel als mogelijk scholen en zoveel als mogelijk kinderen aan te doen. Dit is de piek, maar we zijn het hele jaar door bezig. We zijn ook vanuit de Stichting Trotse Surinamer vastbesloten om in lijn met enkele projecten die we ondersteunen in het kader van vaderlandse liefde, maar ook in het kader van belangrijke zaken en projecten die goed zijn voor Suriname, Gisranang, dat we dat zullen blijven doen en ook zullen blijven initiëren. Uitwisselingsprogramma's niet tussen jongeren van Nederland en Suriname, zoals dat hebben bekend, maar uitwisselingsprogramma tussen jongeren van Sipaliwini en Paramaribo of Saramaka en Para. Omdat we ons land meer moeten gaan kennen. En vanuit de kennis ontstaat de liefde. Minoka lobby of minosabi. Dus we moeten onze mensen, maar in het bijzonder onze kinderen, meer laten weten over het land. En van daaruit meer liefde gaan ontwikkelen. En vanuit die liefde meer geloof, meer hoop en meer energie en kracht om te werken aan dit geweldige mooie. De leiding van OS Munderbuiten is zeer ingenomen met de keus die is gemaakt om haar school als eerst aan te doen. Volgende week krijgen ook scholen in verschillende districten een vlag van de stichting De Trotse Surinamer.